Die bomen zijn voor ons hele milieu ongelooflijk belangrijk. We moeten ze koesteren, we moeten ze alle ruimte te geven om te groeien en zuurstof te maken. Nou, me dunkt, die zuurstof, daar hoef ik toch niet voor te pleiten hoe belangrijk die is. Rijkswaterstaat wil de zonnepanelen plaatsen om emissieneutraal stroom te kunnen opwekken voor nieuwe pompen in de afsluitdijk. Het is nu, komt er heel veel water, met name via de IJssel komt er met IJsselmeer. En die voeren wij via de afsluitdijk, via de spuisluizen af. Nou, op dit moment kunnen we in de winter kunnen we eigenlijk onvoldoende het peil handhaven. En daarom gaan wij een groot gemaal bouwen bij de oever. En voordeel van een gemaal is dat je een gemaal kan je altijd gebruiken. De bomen bij de afrit Den Oever zullen voor het project moeten wijken, maar er komen ook weer bomen terug. Nou, we zullen ruimhartig herplanten op een andere plek. En dat zullen wat kleinere bomen zijn, maar die zullen ook de komende tijd uitgroeien tot een heel mooi en volwassen bos. Ja, dat verhaal hebben we ook vaker gehoord. We gaan ze overal hele jonge nieuwe boompjes neerzetten. Als je kijkt naar het bladoppervlakte van een jong boompje en je kijkt naar het bladoppervlakte van een volwassen, volgroeide boom, dan zal er voor elke volgroeide boom een kleine 1000 jonge boompjes neergezet moeten worden. Ik denk dat Rijkswaterstaat dat niet gaat doen. Stichting Landschapszorg Wieringen en Rijkswaterstaat gaan binnenkort met elkaar in gesprek. De Wieringers zijn ondertussen wel hun actie gestart via petitie.nl. Met als naam geen bomen kappen bij Den Oever. Graag iedereen die hier achter staat ondertekenen.